Ja, pak mij van mijn schone kant een keer. We zijn hier op de terreinen van VZW Tuilenkot te Herzelen. Wij hebben de laatste maanden gewerkt om een ecologische tuin aan te leggen. Wij hebben dat in samenwerking gedaan met Jint en met Ecotuin. Wij hebben verschillende terreinen aangepast, waarbij dat we twee bloemenweides, drie kruidentuinen, een geur, een smaak en een voeltuin aangelegd hebben. We hebben enkele speeltuigen aangeschaft en ook picknicktafels voorzien. Hier hebben we dus thematuintjes gemaakt. Dus wat een gevoelstuin is, dat zijn eigenlijk allemaal planten die in het blad, de textuur van het blad of de bloemen of iets, die ze een bepaalde gewaarwording ofwel stekelig ofwel heel zacht ofzo. Dan hebben we hier eigenlijk, dat is eigenlijk de smaaktuin, dat zijn allemaal eetbare planten, ofwel de bladen ofwel de bloemen of de stengels ofwel soms alle delen van de plant, een beetje afhankelijk. En dan hier links is eigenlijk de geurtuin. En dat zijn ja, overwegend kruiden, dus dat zijn allemaal uiteenlopende geuren. Van zoet tot sterk tot eigenlijk allerlei soorten geuren. Op het eerste zicht zei je daar niks mee, dus dat je een plant kunt voelen, maar het is vooral om de kinderen daar dichterbij te brengen. Dus dat ze dat leren kennen en ondertussen zien ze ook bestaan ervan, de verschillende soorten. Er zijn enorm veel planten die kunnen opgegeten worden, de stengels, de wortels, de knollen of andere dingen. Die eigenlijk veel voorbij gelopen worden. Veel daarvan staan eigenlijk ook gewoon in het wild, anders zijn gecultiveerd. Die moet ook te voelen, die wordt ruiken en die wordt eten. Oké, dan ga ik die eten. Ja, ik heb honger, joh. Lekker. Lekker. Was die nog eetbaar? Dat lijkt wel, dat is eetbaar. Oh, het is ook een beetje de bedoeling om allee, de mensen die hier komen of de kinderen die hier komen, het is eigenlijk ook een beetje terug een stap naar de natuur. Omdat we er eigenlijk toch een beetje van aan het vervreemden zijn. Dus het is algemeen eigenlijk de kinderen en zo laten aanvoelen van kijk, wat staat er? Want de helft van al die plantjes die hier staan, ja, veel is, komen uit de handel of zijn gecultiveerd, maar de helft die vind je ook gewoon terug in de wegberm, in het bos en zelfs in uw tuin vind je sommige dingen terug. De geurtuin en de smaaktuin is daarom heel belangrijk. De geur, dat is iets dat het langst opgeslagen blijft in het geheugen. Dus van alles, meer dan beelden of horen of wat dan ook. Dus de geur, dat blijft eigenlijk het langste bij van jou. Ah, dat ruikt naar honing. Ja. Alleen moestuin, wat is daar? Het zal geen moestuin hebben. Het gaat niet over een moestuin, het gaat eigenlijk over een volledig totaal ecologisch concept. We hebben verschillende kruiden laten planten, we hebben verschillende bloemenweides. Die bloemenweides trekken verschillende vlinders aan. We hebben nestkastjes laten plaatsen. Die nestkastjes trekken verschillende vogels aan, verschillende soorten vogels. We hebben een egelhuisje, een grote berg, verschillende dode takken die kleine egels en grote egels kunnen aantrekken. Welkom in onze beestentuin! Zet dat er niet bij! Wat hebben we nog allemaal? Ik ben aan het zoeken. Oh, en een rietveld ben ik vergeten. In 2005 zijn we begonnen met de aanleg van een rietveld met een hoop vrijwilligers. Dat rietveld is eigenlijk voor onze waterzuivering. Wij vangen regenwater op waarbij dat we de toiletten spoelen. En tegelijkertijd wordt ons water gezuiverd door het rietveld. Wat betekent dat we eigenlijk minder belasting op het milieu hebben. De bedoeling van die tuintjes is eigenlijk rondleidingen te geven. Dus zowel volwassenen of kinderen of scholen, dat is eigenlijk iedereen die er interesse in heeft, kan hier komen. Mensen kunnen hier ook gewoon komen verpozen zonder dat er iets speciaals te doen is. Het is hier eigenlijk vrij toegankelijk in het centrum van Herzelen, dus dat is wel interessant. Wij bieden met VZW Tuilenkot een educatief pakket aan. Dat betekent dat we naar scholen, naar jeugdverenigingen en groepen volwassenen een volledige voor- of namiddag kunnen een rondleiding aanbieden. Op een uurtje kun je hier eigenlijk rond zijn, maar je kunt er eigenlijk even goed een halve dag van maken of zelfs een volledige dag. Het minimum is een uurtje. En dat kan eigenlijk op maat aangepast worden naar wens van de vereniging of de school die het vraagt. Alleen de rondleiding doet, dus naar de tuintjes toe en zegt van oké, dat is dit, dat is dat, dan zijn ze rap rond. Maar de volgende stap is bijvoorbeeld, kunnen dingen beginnen gebruiken. Kunnen ze hier dingen afplukken of meenemen en kunnen daar binnen dan kunnen daar aftreksels van gemaakt worden, thee van gemaakt worden, kan dingen gemengd worden in de voeding, kunnen producten van gemaakt worden. En dan zijn je natuurlijk al rap een halve dag bezig. Curryplant, dat is hier een curryplant, dat is eigenlijk geen echte curry, maar dat ruikt enorm sterk natuurlijk. En dan wissel je af, laagje suiker, laagje lavendelbloemetjes, laagje suiker, laagje lavendelbloemetjes, paspoeders met lavendelgeurtjes. Iedereen die hier komt, of de kinderen, of soms mijn ouders, de ouders mogen ook meekomen,
Dus die kunnen daar gerust thuis ook een kruidentuin aanleggen. Ik ben hier nog maar pas, maar het is heel interessant in ieder geval. Dit project bewijst dat VZW Tuinlokot ook op een educatieve manier met milieu bezig is. Wij breken niet alleen af als het nodig is. Wij liggen niet alleen dwars als wij een aantal milieuprojecten moeten rechttrekken. Wij zijn ook positief en educatief bezig met de verwezenlijking van deze ecologische tuin. Met dit project hebben wij een nieuwe stap gerealiseerd in wat wij willen aanbieden naar lokale gemeenschap, naar scholen, naar verenigingen. Jongerengroepen enzovoort, iedereen is welkom om onze ecologische tuin te komen bekijken en ook kennis te maken met andere delen van onze werking. Voilà, dat is toch duidelijk. Alsjeblieft, dank u wel.